gebouwen in Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik. Dat ondiepe geothermie in combinatie met andere thermische opslagsystemen eveneens een belangrijke bijdrage aan energieefficiëntie en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan leveren, is in Vlaanderen echter veel minder gekend, zeker als we het vergelijken met een aantal van onze buurlanden. Samen met de bouw- en onderzoekspartners werd tijdens het project ervaring over geothermische concepten verzameld en gedocumenteerd in technische voorlichtingsnota's en codes van goede praktijk. Thermische geostructuren die thermische energie onttrekken aan de grond kregen bijzondere aandacht in het onderzoeksluik. Funderingspalen en vloeren werden uitgerust met warmtewisselaars en optische vezels. Op deze manier werden hun thermische en dragende eigenschappen onderzocht. Tijdens het project werden ook gebouwen gemonitord om de energie- en kostenefficiëntie van bestaande systemen te kunnen analyseren. Op basis van deze gegevens en dynamische simulatieoefeningen werden richtlijnen en principeschema's op punt gesteld. Bovendien werden webtools ontwikkeld om op elke locatie in Vlaanderen de wettelijke, technische en economische mogelijkheden van ondiepe geothermie te screenen. De resultaten van Smart Geotherm tonen duidelijk aan dat ondiepe geothermie, die op een slimme wijze met andere thermische opslagsystemen wordt gecombineerd, op een economische en duurzame wijze gebouwen kan verwarmen en koelen. En die resultaten werden ook op tal van studiedagen en seminaries naar de bouwwereld gebracht.